Op het NK in Mierlo is de 18-jarige Kevin Jochems één van de rijders van het Rabo talententeam. Jochems werd vorig jaar op dezelfde plek Nederlands kampioen bij de junioren, maar debuteert nu bij de Young Riders. Met wat voor idee is hij aan het NK begonnen? Vooral om ervaring op te doen, mijn eerste jaar Young Riders. En gehoopt dat het een beetje goed zou gaan. En tot nu toe is het niet slecht gegaan, maar ook niet heel goed. Vorig jaar verliet je Mierlo als kampioen bij de junioren. Schept dat ook een beetje verwachtingen voor deze editie? Ja, het is natuurlijk wel een stapje hoger en moeilijker. En met hetzelfde paard wel. Voor andere mensen misschien wel dat ze er een hoop van verwachten inderdaad. En wat maakt voor jezelf eventueel die stap naar de Young Riders moeilijker? Dat het hoger en moeilijker is. En toch ook goede concurrentie. Het zijn mensen bij van 20 jaar die ook al 3- en 4-sterren niveau rijden. En dat heb ik nog niet gedaan. Is dat een hoger niveau ook iets wat je nodig hebt om zelf beter te worden? Dat denk ik wel. Ik denk dat ik hier een hoop geleerd heb en mijn paarden ook. En samen. En dat we hier zeker weer een deel van hebben opgestoken. Je werkt sinds 1,5 jaar bij Pieter Rijmakers in Asten. Dan voelt dit een beetje als een thuiswedstrijd. Ja, dat klopt. Dat is erg dichtbij. Betekent dat ook dat je extra druk voelt, extra mensen mee hebt? Niet zozeer extra druk, daar heb ik weinig last van. Mijn baas Piet is daar heel goed in vertrouwen geven. En die zegt altijd dat ik met niemand niks te maken heb, alleen met hem. En hij is een erg fijne mens om voor te werken. En iemand waar je veel van kunt leren? Ja, heel veel. Wat steek je op zoal? Allerlei dingen, kleine dingen, management eromheen, hoe je paard best hier naartoe kunt voorbereiden. Het parcours lopen, kleine dingen bekijken, details die hij soms ziet waar ik denk, die had ik nooit gezien. Dat soort dingen. Het oog van de meester eigenlijk, hè? Ja, zeker weten. Je bent bovendien goed bezig de laatste tijd. Bornheide Grand Prix in België heb je gewonnen. Hoe was dat? Ja, heel goed concours. Ik had één proef gewonnen met Vania. En alle paarden heel goed gesprongen. En zeer goed afsluiten door de grote prijs te winnen met Willem. En dat gevoel neem je ook mee hierheen dan? Ja, ging je met een heel goed gevoel naartoe. Ja. Dat gevoel heb je nog steeds? Ja, ik ben op zich wel tevreden. Ja. Dat is Kevin Jochems die aan het werk zat met Marc Chérie.